Hallo. Als we het hebben over darmflora, dan hebben we het over bacteriën en gisten, pietjes, die ervoor zorgen dat voedingsstoffen goed worden opgenomen en dat er een vorming van vitamine K is in onze buik. Vitamine K hebben we nodig voor de mineraalhuishouding. Mineralen, daar hebben veel mensen hebben daar een tekort aan. Of omdat ze ze niet binnenkrijgen via de voeding, of omdat ze ze heel makkelijk weer kwijtraken via de ontlasting, onder andere. Daarom zijn er een hoop mensen die gefermenteerd voedsel nemen. En van u hoor ik denken van, maar gefermenteerd voedsel, ik ben er dol op. Ja, ik ook. Maar daar hebben we het nu niet over. Het gefermenteerd voedsel waar we het hier over hebben, daar zit eigenlijk geen alcohol in, geen suiker in. Het is wel gezond voor je immuunsysteem, wat heel erg bepaald wordt in je buik. Dan ga ik uitleggen. Ik hoorde eens een verhaaltje over polio uit de tijd van Hitler in Duitsland. Er was toen een dorp dat stond onder controle van een medicus, een officier. En toen de polio eraan kwam, sommeerde hij alle ouders om hun kinderen nuchter op school te brengen. Ze kregen eenmaal op school een vorkje met zuurkool. Daarmee werden de darmbacteriën weer op peil gebracht, was hun immuunsysteem ook op peil en konden ze de polio afweren. Zo gaat het verhaal. Dit ter illustratie van het belang van goede darmbacteriën. Ik vergelijk onze darminhoud een beetje met een composthoop. Waarom? Nou, een composthoop die werkt het beste als je het juiste materiaal erop gooit. Dus dat is gemaaid gras, dat zijn blaadjes van de bomen, dat kan zijn versnipperd hout. Er kunnen wat dingen zijn uit de keuken, zoals de stronken van de bloemkool, het loof van de penen, de wortelen. Dat mag er allemaal op. En als je een stukje brood hebt, dat mag er ook op. Maar ga niet die composthoop afvullen met brood. En met rijst wat je over hebt. En met friet. Want dan gaat het ontaarden. Dan wordt het één grote gistende bende. En dat geldt ook voor onze darmen. Als wij heel veel koolhydraat houdend voedsel nemen. Aardappelen, rijst, brood, pasta. En zeker suiker. Dan ontaarden onze darmbacteriën. Dan worden het de verkeerde die de overhand krijgen. En dan gaat onze gezondheid achteruit. We verliezen mineralen. We krijgen niet meer vitamine K. En we worden ziek. Dus dat zie je dan ook bij mensen die ongezond eten. Die hebben een darmflora die nergens meer op lijkt. Dan barst het van Candida, Helicobacter pylori en er zijn nog een hele stoet aan andere bacteriën die we liever niet hebben. Om de goede te promoten dus, moet je ook het goede eten. Ja, veel kool, veel bladsla, uien, de hele familie van de ui, dat is goed. Wat weer niet goed is, dat is veel alcohol, koffie, veel gefrituurd en gebakken voeding. En uiteraard bepaalde farmaceutica zoals de pil voor de vrouw en antibiotica natuurlijk. Na een antibiotica kuur kun je best dan ook flink aan de probiotica gaan. En sommige antibiotica zijn dan weer erger dan andere. Daar is ook een rangorde in. Dus let erop. Hier een kleine verzameling van gefermenteerd voedsel.
Dat kun je kopen in de winkel, vaak de Geitenwolle sokkenwinkel. Dat is natuurlijk het zuurkool. Een van de makkelijkste manieren om aan probiotica te komen. Voor een euro heb je een pakje biologische zuurkool. Vrij bekend is ook kefir, wat een soort yoghurt is. Hier heb je een, ja, ook een kefirachtig product. Wat een soort frisdrank is zonder suiker. Suiker is funest. Je kunt ook waterkefir zelf maken thuis. Er zijn recepten voor. En dan kun je een hele tank vol van dat spul altijd tot je beschikking hebben. Dat is een goed idee. De truc is om een grote variëteit aan probiotica in je darmvoorraad te hebben. Dan hebben we hier natto. Dat was 3 euro voor zo'n pakje. Kleverige sojabonen. Het smaakt een beetje naar rauwmelkse kaas. Camembert, brie, dat werk. Dan hebben we hier miso. En miso kan gemaakt zijn van in dit geval bruine rijst. Dat geeft een beetje smaak van sake. Dat staat me dan wel aan. Maar het kan ook van soja gemaakt zijn. En ik geloof dat er nog meer varianten zijn. Dus kies daaruit wat je het meeste bevalt. Dit kun je gebruiken als een soort van bouillon. Om een vegetarische soep te maken. Maar ja, dat snap je dan. Door dat kokend water is natuurlijk al het leven wel dood dan. Dus je kunt het ook gebruiken, dat doe ik zelf, als een soort marmite. Dat is een soort van Engelse broodpasta. Duurder. Dit is ook aardig aan de prijs, kun je ook in potjes kopen. Duurder was deze. Komt ook uit de koeling. Kimchi. Dat is gefermenteerde groente. In dit geval heb ik eentje van met daikon. Dat is een soort van wortel, een radijsachtige plant. En het smaakt een beetje naar zuurkool. Niet zo sterk als zuurkool zelf. Heel veel komt uit Japan. Want daar hebben ze een hele cultuur aan fermenteren. Dit allemaal hebben behandeld. Mag ik er wel eentje? Alle informatie die ik vind over dit onderwerp, die zal ik onder het filmpje plaatsen. En een gedeelte in het klikgedeelte, wat hierna volgt. En nogmaals, wat je hier hoort en ziet, geloof niets en ontdek het vooral zelf. Onderzoek zelf, eigen verantwoordelijkheid. Bedankt voor het kijken en tot later.